Meer, hoe is het? Goed. Ja, ja goed. Wel wat moe, maar wel, wel goed. Maar wel, wel voldaan. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, want wanneer was ik hier nu voor de toen je net begonnen was met verbouwen? Je was hier, ik geloof, begin december. Ja. Zoiets. Eerste week of tweede week van december. Dus we hebben heel hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Ja, ik zie het al aan deze ruimte. Die is al een fijne metamorfose. Is ja. Echt. Ja. Ja, ja, zeker. Dan wat het was. We echt hard gewerkt. En ik denk dat het wel heel huiselijk en mooi is geworden. Hè? En met de oude elementen die er nog in zitten, ja, het is wel heel belangrijk. En toevallig had ik Jos en Marleen ook nog hier, de vorige eigenaar van Hotel Het Prinsenjacht. Ja, ze vonden het ook geweldig. Ja, vond het mooi geworden. Wow, ja, 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 was echt heel erg leuk. Jullie hebben uiteindelijk, behalve dat je het helemaal hebt gerenoveerd en verbouwd, jullie hebben ook uitgebreid. Er zijn meer kamers bijgekomen, klopt, toch? Ja. Ja, dus ja. Wat hebben we nu in totaal hier? 10 kamers. En dus het huisje hiernaast, waar de vorige eigenaren woonden, zijn ook kamers geworden. Daar komt, die zijn nog niet helemaal af, maar daar komt een mooie familiestudio. En echt een studio voor langer verblijf, ook heel goed geschikt. Met een grote badkamer boven en het slaapgedeelte dan beneden. Duplex-achtig. Ja, dat kan je echt met een compleet gezin huren. En dan, Ja, ook eventueel met z'n zessen. Dan heb je gewoon het huisje, zoals we dat noemen, voor jezelf. Ja, ja, dat is ook wel... Ja. Maar die andere kamers hebben ook best wel veel privacy volgens mij. Ja. Bedoel, het is, klopt, ja. En de ruimte waar we nu zitten, dat is eigenlijk dat is een beetje de keuken en de ontbijtzaal, noem ik het goed. Is het de ontbijtzaal? Ontbijtruimte, ja. Ja. Ja, ja. Want je hebt hier verder geen restaurantfunctie, hè? Nee, dat is... nee. Ja, dus hier mogen de gasten lekker aanschuiven voor het lekker ontbijtje. En we zullen dan hier een buffetvorm neerzetten van wat producten. Maar ook alle minuut maken we gewoon verse dingen. Verse snijden, ja, groente, fruit en brood. Van, ja, dat kan niet te lang hier liggen natuurlijk. Maar dat doen jullie ter plekke. Dus het is niet dat mensen dat allemaal zelf... alles wordt door jullie geregeld. Ja, wordt door ons geregeld. Ja, maar je zei dat je inmiddels ook... En vorige keer had je nog een vacature. Maar je hebt inmiddels ook een nieuwe dame erbij aangenomen. En trouwens heel veel hele leuke mensen die hadden gesolliciteerd. En daar is Judy uitgekomen als beste kandidaat voor nu. En wie weet in de toekomst. Ik hoop dat we het te druk gaan krijgen om dit met z'n tweetjes te gaan. Ja, dan ga je nog uitbreiden. Ja. Wie weet, ja. Ja, weet je, we zitten nu natuurlijk echt in het ongeveer de slechtste tijd van het jaar. Januari is altijd al rustig. Ja. En nu is het natuurlijk ook nog steeds lockdown. Maar dat ziet er straks goed uit. Dus tenminste, dat zeggen ze. Hè? Ja, ja, laten we het hopen. Maar, voor iedereen. Ja, het moet gewoon een... Want hier links kan je naar boven. Komt daar nog een klein terrasje of zo? Of? Ja, ik ben bezig met de aanvraag. Tenminste, die ligt er. En ik heb een nette schaaltekening gemaakt en alles erop en eraan. Dus hoop deze week van terug te horen. Ja, maar dat is wel de bedoeling. Dat is wel het terrasje alleen voor de gasten, neem ik aan. Juist. Ja, alleen voor de gasten. Dat ik eens even een biertje kan komen drinken s'avonds. Het kan op zich wel. Je bent meer dan welkom. We gaan geen lunch of dinner. Nee, het is hier geen café of geen... Deze week heb ik nog een aantal. Ik heb al een aantal gasten gehad en proefslapers. Deze week ook nog. Hè, dus we gaan echt nog wel het puntje op de i. Dat is echt wel heel belangrijk dat het straks, als we in februari, eind januari, februari helemaal losgaan, dat het helemaal goed staat. En de kamers zijn echt wel heel fijn. Er zijn ook echt wel veel die voor long-term stay, zo heet dat dan, geschikt zijn. Ik ben heel blij met jullie erbij en we gaan gewoon knallen. Nou, dat komt dan helemaal goed. Nou, dan ga ik even rondkijken en dan maak ik hier en daar wat beelden. Helemaal goed. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Alsjeblieft. Hey Merit, gaat zonder portier hier zo? Klopt, ja. De mensen die boeken en die krijgen een digitale sleutel opgestuurd. Dan swipen ze op hun telefoon en gaat de deur open. Hartstikke idee, zo makkelijk gaat dat. Hartstikke idee. En natuurlijk ontvangen de mensen nog wel een persoon te zien. Maar hier zijn we gelijk aan het doen. Dat is een mooie lichte kamer, hè? Ja, mooi hè. En hij ziet het ook echt wel. Deze heeft geen kookplaatje, maar boven bijvoorbeeld weer wel. Maar wel gewoon magnetron, koelkastje, koelkar. Je kan zelfs de vaat doen als je dat wil. En een vaatwassertje hier. De
De koeker die zit erin in de grotere kamers. En ja, dus je hebt eigenlijk van alle gemak voorzien. Wat wel heel prettig is. Ja, deze heeft ook een mooi lichtbad, zie ik in de... Ja. En een leuk snufje. Hier echt geweldig. En die hebben zo'n spoeltoilet van Geberit. Daar zit zowel verwarming in. Dus je gaat lekker zitten en heb je lekker warme binnen. Oh! Ja. Als jij te gast zou zijn, dan ga je dan voor de bovenverdieping? Ik hou hier heel erg van. Van de balken en de hoofdplafond. Ja, ja, want het is inderdaad hoog. En inderdaad, de kamers van het bad worden dat is gewoon heel goed. Ja, mensen hebben dat vaak thuis niet. Ik ook niet. Het is nu nog wel een beetje een zootje. Ja. Hè, want het is nog niet helemaal af. Maar ja, dat hoort het natuurlijk wel. Ik ga het straks netjes maken. Ja. En deze heeft een eigen kitchenette ook. Een keukentje aan de badkamer. We willen dan nog een schuifdeur in doen. Om privacy te bieden en nog meer. En een eigen terrasje. En dus in de tuin. Dat binnenplaatsje, ja. Ja, wordt ook nog aangepakt. Dus het is ook helemaal nieuw gemaakt. Een mooie schutting ertussen inderdaad, voor privacy. Ja, ook voor de buurman. Heb je hier de zon als je hier zit? Dat is het. Volgens mij draait die kant op inderdaad. Vanaf het oosten, ja. Maar dan aan de voorkant is het meeste. Ja, echt geweldig. Ja.